Get your girl can do both. High shoes and wear high heels. Oké, maat, steen maar rustig aan. Steen om weer te beginnen met dagelijks vlog. Want ik doe nooit iets in mijn leven. En ik ben net terug van Pukkelpop. En ik ben broke as fuck. Want Pukkelpop was veel te duur. Dus we moeten YouTube filmpjes maken voor de YouTube money. Haha, let's go. Kijk welke leuke konijn. Oh, wat een mooie konijn. Hallo, hallo. Ah, fuck, oh, yes. Heb je de ogen geprikt? Ja, sorry. Nee. Maar je leeft nog. Ik ben niet zo goed met dieren. Ik ben echt niet goed met dieren. Lol. Er zit hier gewoon een random guy op je. What the fuck? Oh shit. Ik heb nieuwe schoenen gekocht. Het zijn All-Stars. Kijk, het probleem met All-Stars is, ik kan ze niet aandoen zonder dat je heel die schoen open doet. Ze zitten ook echt niet terwijl die zool is 1 mm of zo. Maar nu ga ik dus op een brommer rijden. We gaan terug naar fucking Blankenbergen. Hey, 8370 Brakkenbergen. Dus ja, ik kan deze schoenen niet zelf knopen. Jij mag het wel doen. Get your girl can do both. High shoes and wear high heels. Shit. Ik heb nog 2 minuten of zo om dat station te gaan. Als ik die trein mis, dan ben ik echt de Sjaak. Nee, sneller! De trein vertrekt om 10:55. Ik heb wel geen ticketje kunnen kopen, dus ik ben zwart aan het rijden. Oké, life sucks. What the fuck, zoveel volk in Blankenbergen. Ik ben niet gecontroleerd, dus een dapje naar de NMBS, hard. Shoutout naar die conducteurs om niet te controleren, I love you. Het is ook gewoon 11 uur nu, dus ik heb nog een hele dag en ik ben al helemaal aangekleed. Wow, dit is amazing, ik ga nu naar huis, let's go. Naar de lucht, dames en heren, what the fuck, it's wow, dit is echt blauw, holy shit. Het is gewoon echt fucking... Holy shit, dat is beautiful. Dus ik heb ook minder nieuws, want mijn fiets is gestolen in het station van Blankenbergen. Ik had die daar gezet gisteren en nu is die weg. Ik moet niet echt vragen stellen, hij is gewoon gestolen. Dus als ik jullie een levensles kan geven, zet nooit je fiets aan het station. Dat dat nogal een gekend ding is, dat je je fiets daar niet mag zetten, maar oké. Ik dacht altijd, mijn fiets wordt toch niet gestolen. Nu is mijn fictie van, ik ga niet zeggen hoe duur die is, maar die was fucking duur gestolen. De persoon die hem heeft gestolen, op dat je tropische aids krijgt, dat hij sterft. Oké, dat was mijn bericht naar de fietsdief. Dank u. En nu wordt het weer een dagje chillen. Ik weet nog niet wat ik ga doen vandaag. Ik ga waarschijnlijk nog naar Brugge gaan of zo. En in Blankenberg is er geen fuck te doen. En al mijn vrienden zijn op een of ander KSA-kamp. Ik ben nogal alone, trying not to cry. Dus ik ben nu bij mijn straat. Ik ga nu iets tonen naar jullie. Iets fucking nice. Jullie weten waarschijnlijk wat het is. Ik ga nu, ja, you... Aha. En mijn fiets is dus echt gestolen. Ik dacht, misschien staat hij nog hier. Maar dat is dus niet het geval. Maar... Oh, oh! Dames en heren, zijn jullie hier klaar voor? Als jullie hier niet klaar voor zijn, dit is een MacBook! Dames en heren, my first MacBook. Oh my god, it's here. Ik ben er niet echt klaar voor. Het is mijn MacBook. Het is de eerste keer dat ik kan zeggen dat mijn computer. Oh my fucking god. Ik heb hier niet eens woorden voor. Ik heb een MacBook, bro. Holy shit. Oh my. Voor de mensen die willen weten welke laptop het specifiek is, ik weet ook niet echt welke ik heb gekocht, maar oké. Okay. Het is de Apple MacBook Pro 15 inch i7 2.2 GHz 16 GB RAM, 256 GB werkgeheugen. Ja, dat was het. Dus ik weet niet of dat een goede is, ik denk het wel. Het was wel een goede computer in prijs. Dus holy shit, we hebben een MacBook. En ja, dat is een bellen. Oké, dames en heren, er is iets gebeurd en het is eigenlijk eigenlijk niet zo leuk. Zoals jullie weten was ik op Pukkelpop, dus ik ben enkele dagen weg geweest en ik kwam thuis en ik zag dit. Het is eigenlijk nog sneu, want ik had het echt niet verwacht, maar oké, heeft heel lang bestaan. Dames en heren, Daniel is dood. Dus ik heb nog maar 1 vis en de andere is gestorven. Dus het... Ik kwam thuis en mijn mama, ja, had hem al begraven in de tuin. Ze heeft hem doorgespoeld in het toilet, ik weet het niet zo goed. Maar hij was dus gewoon dood op een dag, gewoon ze werden wakker en de vis was dood. Vissen komen en vissen gaan, maar Daniel zal altijd in ons hart bestaan. En het is gewoon nog altijd fucking mooi weer. Nice. Oké, okay, maar vannacht gaat nog een drukke dag worden, dus jullie. Nu al de beste aankoop van mijn leven, dus niet gesponsord door Apple hoor. Ik heb de volle prijs betaald voor dit ding, maar ik vind het echt geweldig. Ja. Ik ben weer even alleen thuis, dus ik eet weer spaghetti, omdat dat een van de enige dingen is die ik kan maken, oké? Okay? Dames en heren, het is verhaaltjes tijd. Haha. Dus. Oké, dus zoals jullie weten ben ik op Pukkelpop geweest. Was echt leuk, was gewoon 4 dagen volledig, ja, kapot. Jammer genoeg zijn er ook een beetje kut dingen gebeurd. Op de eerste avond. Ik had mijn Supreme pet aan, dus de pet waar ik fucking lang achter heb gezocht. Pet die ik al zo lang wou, maar dan uiteindelijk toch heb gekocht. Was echt, was beste aankoop van mijn leven. Nu is deze laptop dus veel beter. En ik stond gewoon te feesten op muziek in de boiler room op Pukkelpop. Zo'n beetje techno. En opeens
ineens komt er een jongen met heel oranje vettig haar. Ze heeft gewoon een vieze stinker. Achter mij staan, slaat op mijn hoofd langs de achterkant, neemt mijn pet en loopt weg. Ik was veel te in de war om te snappen waar net gebeurd was. Want ik draaide mij om en ik zag gewoon mijn vriend, een van mijn beste vrienden, weglopen. Gewoon weg. In het publiek. Ik dacht dat hij mijn pet had gestolen, maar dat begreep ik niet zo goed. Want waarom zou een vriend van mij mijn pet stelen? En toen uiteindelijk hebben wij gehoord van iemand die rond ons stond dat iemand mijn pet had genomen. En dat mijn vriend er gewoon achtergelopen was. En ja, zijn wij naar buiten gegaan, hebben we gewacht, hebben we gezocht, hebben we ook gewoon, ja. Wat kan je doen op zo'n groot festival? Wat kan je doen? Je kan niet één iemand zoeken als je zelf niet weet wie het is. En ja, uiteindelijk is mijn vriend teruggekomen, helemaal uitgeput. Yo, ja, het is niet gelukt, bla bla. Die guy was echt gewoon weglopen met mijn pet. En uiteindelijk zijn wij beginnen praten met mensen en hebben we gevonden wie die guy was. En ja, ik kon mij daar net even niet inhouden en ik heb dit op Facebook gezet. Kijk, je kan nu zeggen dat dat er zwaar over gaat. Besef even dat 90% van de mensen die reageerden daaronder ook zeiden dat ik in de fout was. Yo, yo, what the fuck? Die guy steelt een pet van mij zonder reden. Hij loopt weg. Hij geeft toe op Facebook dat hij mijn pet heeft gestolen. En toch zegt iedereen dat ik verkeerd ben omdat ik hem uitschaalde op Facebook. What the fuck? Kijk, het gaat mij niet om die prijs van die pet. Het gaat me er gewoon puur om dat fucking vette pet was. Dat ik nu wel weet dat die vieze fucking stinkert mijn pet heeft. En die komt er gewoon open voor uit dat hij het gestolen heeft. En voor de meeste mensen in die Pukkelpop groep is dat gewoon oké. Ze zeggen gewoon, ja, dat kan maar niet mee moeten nemen naar het festival. Je weet dat kan gebeuren. Ik weet fucking wie daar mijn pet heeft gestolen. Als er iets van je wordt gestolen en je weet wie het heeft gedaan. Dan ga je dat toch niet voor jezelf houden? Dan ga je toch niet zeggen, ah ja, die guy heeft mijn pet gestolen, man. Niemand moet dat weten, dat is tussen ons. What the fuck? Ik snap niet echt hoe de mensen denken in België. Ze zeiden allemaal dat ik slecht was opgevoed en zo. Je zeggen dat die jongen slecht was van te stelen. Nee, dat mag allemaal op festivals, dat hoort erbij. Fuck jullie Pukkelpop, krijg fucking ziektes. Ze hebben mij dan verwijderd van hun pagina, dus ik kan niks meer in die pagina zetten. Ze hebben mijn bericht verwijderd. Ik dacht dat Pukkelpop mensen moest helpen als die shit verloren was. In plaats daarvan blokkeren ze je gewoon op hun pagina. Sick! Als ik even eerlijk moet zijn, ik ben echt aan het struggelen met deze Mac. Het is een beetje anders dan Windows, maar het lukt wel. Oké, het is wel gewoon een fucking vette laptop. Nu ga ik mijn spaghetti eten, want ik moet even afkoelen. Want ik heb deze middag zoveel haat gekregen dat ik even... Ik heb net, en dat is geen grapje, 5 uur geslapen. Ik lag gewoon hier met mijn laptop daar en ik ben hier gewoon in slaap gevallen. Mijn mama was al 5 uur thuis en ze wist niet eens dat ik thuis was. Ze had al 1000 berichten gestuurd omdat ze ongerust was. Ik lag hier gewoon. Dat is interessant. Dromenland of zo. Ik had zo een droom dat mijn Supreme Pet gestolen was. Hey, wacht een keer, dat is echt gebeurd. What the fuck? Aha. Dames en heren, sorry voor deze korte video. Het was ja, niet gepland en geslapen gevallen in mijn bed. Ik ging normaal naar Brugge gegaan en zo. Dat is niet gebeurd. Dus bedankt om te kijken naar deze video. Vond je het leuk? Smash je zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid en ik zie jullie morgen met een nieuwe video die dan langer is omdat ik niet in slaap gevallen in mijn bed. Ja, joh. Daar gaat ie. De bloepen. Ja, dus ik zit nu in de trein. Ik snap het zelf gewoon niet zo goed waar gebeurd. Maar welkom.